In Lightroom kun je bij een foto de achtergrond ook onscherper maken. Het kan wel eens zijn dat je een foto hebt met te veel groothoek of een te hoog diafragma, waardoor de achtergrond eigenlijk te scherp is. Je had een stapje verder terug kunnen doen en wat meer in kunnen zoomen. Of je had bijvoorbeeld een lager diafragma kunnen kiezen. Maar als dat niet is gebeurd, geen man overboord, je kunt ook in Lightroom nog het een en het ander veranderen aan je achtergrond onscherpt. Ik zal eerst even dit wegklikken, dan zien we de auto beter. En hoe ga ik dat doen? Dat doe ik door middel van een verloop te maken. En dat verloop dat zorgt ervoor dat de achtergrond onscherp is en dat er een langzaam verloop komt naar de voorgrond. En dat verloop dat vind je hier. En als je daarop klikt... Dan heb je een aantal opties. En we gaan gewoon eerst eens een filter trekken. Nou, ik maak een verloop waarbij uh, deze steen hier de grens is. En de onderste rand, die trek ik nog een klein beetje op. Zo hier naar het gras. En ik zorg dat het mooi uitkomt. Dit wordt dadelijk mijn verloop. En in dit geval is de achtergrond is nu zwart-wit. Dat is niet de bedoeling. Dus ik zet de verzadiging gewoon weer netjes terug op nul. En. Rand verwijderen staat op 2, ook niet nodig, blijft ook op 0. Maar dit wordt dus dadelijk mijn uh, verloop. En dit wordt een verloop van onscherpte natuurlijk. En als je hieronder klikt op geselecteerde masker overlay tonen, dan krijg je dus te zien hoe dat verloop over de foto ligt. En zoals je snapt, valt het in dit geval ook deels over de auto. En dat is niet de bedoeling, want de auto staat eigenlijk dichter bij ons dan de achtergrond. Dus de auto mag wel scherp blijven. En ik moet dus deze auto uitmaskeren. En dat ga ik doen met het penseel. Dus zolang ik nog in dit verloopgereedschap zit, heb ik hierboven ook de optie voor een penseel. En daarmee kan ik het masker aanpassen. En het masker is in dit geval rood. Heb je nou een rode auto, dan wordt dit lastig om te zien. Met Shift-O zou je het van kleur kunnen veranderen: naar groen, naar wit. Eventueel zwart, maar dat is praktisch niet te zien op deze foto. En weer terug naar rood. Ik heb hierboven dus het penseel geselecteerd. En daarmee kan ik dus aangeven wat er extra aan of extra uit moet op het masker. En ik ga in eerste instantie dingen uitzetten. Dus bij het penseel hieronder kies ik voor wissen. En ik kan nu gewoon over de auto heen gaan schilderen. En met de haakjes maak je je gereedschap groter en kleiner. En zo langzaamaan. Doe je dus gewoon heel de auto. Let erop dat ik eigenlijk een klein beetje weg blijf van de randjes. Die pak ik dadelijk nog even gewoon wat specifieker aan. Maar in eerste instantie pak ik het gewoon lekker groot en grof aan. Als ik wat inzoom, dan zie je natuurlijk dat de randen ook gewoon netjes gedaan zouden moeten worden. En dat doe ik middels een bereikmasker. En omdat ik een witte auto heb en een groene achtergrond, doe ik dat op basis van kleur. En als ik dan bij de rand kom, dan stopt Lightroom gewoon uit zichzelf automatisch met selecteren. Je kunt de spatiebalk ingedrukt houden en dan met de muis de foto verslepen om naar een ander gedeelte te gaan. En zo ga je dus op je gemak eigenlijk heel de foto door. Vergeet ook niet de kleine details, die tellen net zo hard mee, zoals hieronder in de deurklink. Anders wordt dat dadelijk ook onscherp. En dat is natuurlijk gewoon niet de bedoeling. Ik doe het nu even vluchtig. Wil je hier echt de tijd voor nemen, ja, dan kan het zijn dat je hier wel eventjes mee bezig bent. Zeker als je hele complexe vormen hebt. Nou, zo globaal is hij op zich wel gedaan. Dus ik heb nu een masker van de achtergrond met daarin, ja, een beetje achter de auto, een soort klein verloop van achtergrond naar voorgrond. En hier moet ik dus mijn scherpte in veranderen. Nou, dan kan deze masker overlay kan weer uit. Eventueel ook te doen met sneltoets O. En ik trek gewoon eigenlijk de slider van scherpte naar beneden. En je ziet, mijn achtergrond wordt onscherper. En ik trek de slider gewoon helemaal naar min 100. Ik heb nu eigenlijk al een fraaie, onscherpe achtergrond. Maar zeg je nu van hé, hey, dit is niet genoeg? Nou, dat kan natuurlijk. Je kunt deze selectie waar we deze onscherpte over hebben getrokken, die kun je eigenlijk nog een keer kopiëren, oftewel dupliceren. En dat doe je door op het bolletje te gaan staan waar het centerpunt was van jouw verloop. Dan wordt het een handje. Eventueel kun je het oppakken en verslepen. Maar als je er met rechts op klikt kun je kiezen voor dupliceren. En als je dat doet, dan zie je dat je achtergrond nog onscherper wordt. En eventueel kun je dat nog een keer doen. Nou, en het lijkt alsof, uh, alsof er in je masker niks gebeurt. Ja, de achtergrond wordt wel onscherper, maar ze liggen dus gewoon bovenop elkaar. Zou ik er eentje bijvoorbeeld wegslepen, dan zie je dat de anderen daar nog gewoon onder liggen. Kijk, ik heb er gewoon drie in totaal. Zit je er nou naast, eventueel kun je er met rechts op klikken en kiezen voor verwijderen. Maar ik vind één keer eigenlijk net te weinig. En ik vind twee keer eigenlijk net te veel. Dus bij die tweede ga ik dan gewoon de scherpte een klein beetje terugzetten. Totdat ik tevreden ben. En ben ik dan tevreden? Dan druk ik gewoon op gereed. En heb ik een foto met een auto en een onscherpe achtergrond. En dit was hoe het origineel was. En dit is wat we er uiteindelijk van gemaakt hebben. En let op dat je niet te ver doordrijft. Want zeker op de randen zal het er niet fraaier op worden. Dus probeer hier een klein beetje mee te doseren. Vooralsnog zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!